Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een inpakvideo. Ik heb namelijk mijn trolley ingepakt voor Italië en alvast een gedeelte voor Kroatië. Ik ga 2 augustus, dus als jullie deze video zien, zit ik al in Italië. Dan kom ik de 10e terug en de 12e gaan we naar Kroatië. Dus er zit best wel weinig speling om dan nog mijn koffer in te pakken. Dus ik heb alvast outfitjes klaar liggen. Ik heb alvast wat dingetjes ingepakt wat niet meegaat naar Italië. Maar er gaat ook heel veel mee wat in Italië koffer zit, maar ook mee moet naar Kroatië. Dus dat we nog eventjes een beetje snel wassen als ik terug ben. Er zijn ook al een aantal dingen met mijn vader mee op vakantie. Want naar Italië vliegen we alleen met handbagage. En dan mag je natuurlijk geen grote flessen shampoo en hele zware dingen mee. Dus dat heb ik al aan mijn vader meegegeven. Want die gaat met de auto. Dus als je denkt van waar zijn al deze spullen? Die zijn al onderweg nu naar Italië. Maar ik heb dus ook nieuwe koffers van bagage online gekregen. Die heb ik gekregen van hun voor mijn vakanties. Ik heb een trolley gekregen van 55 centimeter. En een grote koffer van 75 centimeter. Ik ga ze zo meteen even aan jullie laten zien. Maar ik heb dus ook voor jullie een kortingscode. Met de code FLEUR10 krijg je 10% korting op je koffers bij bagage online. Ze hebben echt super veel leuke koffers. Dus ik zou zeker zeggen neem eventjes een kijkje. Want 10% op een koffer is gewoon best wel veel geld. Ik ga even mijn koffers laten zien. Dit zijn de koffers die ik van hun heb gekregen. Ik ben er echt super blij mee. Voor de mensen die mij langer kennen, die weten dat turquoise echt mijn lievelingskleur is. En dit is de handbagagekoffer. Ze zijn dus ook zelf echt super licht van gewicht. Wat dus heel erg fijn is om daar je spullen in te doen voor vakantie. En dit is dus de grote. Dus die gaat mee naar Italië. En die gaat mee naar Kroatië. Ik zal even laten zien in de spiegel hoe groot ze zijn. Kijk, dit is de grootte ervan. Er was echt genoeg in. Echt super leuke kleurtjes. Ik zal de linkjes ervan even in de beschrijving zetten. En dit is het merkje van de koffer. Van Bagage Online dus. Oké, we gaan beginnen met de kleine koffer. Dus de handbagagekoffer. En die gaat dus mee naar Italië. Ik heb hier alle kleding liggen die ik mee wil nemen. Ik zal het zo meteen allemaal laten zien. En ik heb hier allemaal spulletjes liggen. Die ook mee moeten. Zoals ik al zei is mijn vader dus al met de auto naar Italië. Dus die heeft ook wat spulletjes mee. Zoals toiletten, sportkleding, schoenen. Zodat ik dat allemaal niet in mijn handbagage hoef te doen. Dus als je denkt van hey, je mist wat. Klopt, dat is dan waarschijnlijk al met mijn vader mee. Oké, ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien. Er zitten hier nog wat papiertjes. Ga ik even uithalen. Oké, ik denk dat ik hier alle losse spullen in ga doen. Want die heeft een flap, dat kan er niet uitvallen. En hier alle kleding. Dus ik ga beginnen met de kleding erin te doen. Ik neem 2 korte spijkerbroekjes mee. Allereerst deze van Naked. Prop ik een beetje hier. En deze van Lieve. Deze is echt mijn lievelingsbroekje. Dan heb ik deze 2 blouses voor op het strand. Deze is van de Zara. En deze is van Ralph Lauren, een vintage. Die heb ik van Rose Vintage Fines gekregen. Dus die gaan ook lekker mee. Dan heb ik dit pakje van Studio Palmen. Daar wil ik heel graag een foto in maken. Het is ook lekker voor 's avonds. Lekker pakje als je bijvoorbeeld niks gaat doen. Dan heb ik nog dit satijnen korte broekje. Met dit topje erop van Chiquel. Dan heb ik deze lange broek van de Zara. Echt een van mijn favorieten. En daar kan ik dan bijvoorbeeld dit topje op doen. Ook van de Zara. Maar dit topje vind ik er bijvoorbeeld ook heel erg leuk op. Ook van de Zara. Dus dat gaat mee. En dan heb ik nog dit hele leuke setje van Colorful Rebel. Met dit topje. Heel leuk. En daar hoort dan dit rokje bij. Het lijkt dus als je hem aan hebt op een jurkje. Maar die vind ik wel echt heel erg leuk. Dus die ga ik ook meenemen. Dan nog dit leuke setje voor op het strand. En dit is dus een lange witte sarong van de Hannah Schoenberg collectie. En daarbij dit topje. Die vind ik echt heel erg leuk. Dus die ga ik ook meenemen lekker voor het strand. En dan heb ik voor het strand nog zo'n sarong. Maar dan in het zwart. Deze is van Shein. Dan heb ik deze lange broek nog. En die is leuk voor op het strand. Maar ook bijvoorbeeld gewoon voor 's avonds of zo. Ik heb bijvoorbeeld ook dit topje mee van Chiquel. Die vind ik daar ook leuk op. Deze. Die is dan voor gewoon normaal. Maar aan de achterkant is die dus helemaal open. Dan heb ik nog een blouse. Deze. En deze is bijvoorbeeld leuk voor over het strand. Maar deze kan ook leuk
voor in de avond. Deze is van de Zara. Die is lekker dun ook. En dan heb ik nog wat losse topjes die eigenlijk op alle broekjes wel kunnen. Deze witte van de Zara. Die heb ik ook in het zwart. Dan heb ik nog een kanthemdje. Deze blauwe van de Zara. En dan nog dit topje van Chiquel. En dan als laatste kleding heb ik nog dit kleine korte broekje mee. Gewoon chill voor 's avonds of voor het strand of zo. Gewoon chill extra kort broekje. Dus dat was alweer alle kleding eigenlijk voor Italië. Er zijn dus al wat dingetjes mee met mijn vader. Dus ja, voor mijn gevoel heb ik echt veel te weinig. Maar ik heb het allemaal uitgerekend. En ik heb voor iedere dag een outfit en voor iedere avond. Dus het moet goed komen, denk ik. Hoop ik. Dus dat is deze kant. Dan verder met het grote vak. Daar doe ik allereerst mijn slippers in. Dat zijn deze van Chloe. Die neem ik mee. Ik heb ook andere slippertjes mee. Maar die heb ik aan mijn vader meegegeven. En ik heb ook een paar sneakers al voor het sporten aan mijn vader meegegeven. Dus dat heeft hij allemaal al. Dan deze haarhanddoek. Want we hebben in het huisje wel gewoon handdoeken daar. Maar ik vind dit gewoon fijner voor mijn haar. Dus ik neem mijn eigen haarhanddoek mee. Dan heb ik ook topjes waar je geen BH onder kan dragen. Dus neem ik deze poeptape mee van Lizzie. Maar ik denk dat ik het gewoon zo los meeneem. Het scheelt ook weer ruimte. Dus die doosje doe ik eventjes weg. Dan een borstel. Ik neem deze twee zonnebrillen mee. Allereerst deze van Ray-Ban. En deze, mijn nieuwe van Prada. Vind ik ook echt heel erg gaaf. Dat is deze. Die neem ik ook mee. Deze Nuno bag gaat mee. Die heb ik nieuw. Die vind ik wel heel erg leuk voor bij al die witte outfitjes. Beetje kleur erbij. Dus prop ik hier wat in. Dan mijn make-up tasje. In Italië draag ik eigenlijk nooit echt veel make-up. Dus er zit niet heel erg veel in. Maar ik zal het even laten zien. Deze bronzer van NARS. Met een kwast erbij. Dan mijn wenkbrauwkitje van Catrice. En kwastjes en een oogpotloodje. Dan mijn dagcreme. Mascara en concealer van MAC en Maybelline. En dan heb ik nog een brow soap. Een wimperserum en een olietje voor op mijn nagels. Dan heb ik nog een paar extra bikinis. Ik heb al bikinis meegegeven aan mijn vader. Maar ik dacht, ik neem er gewoon nog een paar extra mee. Dus die heb ik hier. Allereerst dit zwarte broekje. Gewoon een heel simpel broekje van Pretty Little Thing is die volgens mij. En dan heb ik er dit topje bij. Van Naked. Heel erg leuk. Dan deze bikini nog van Bayou de Label. Deze witte. Met gewoon een triangle topje. Maar wel een heel erg leuk broekje zit erbij. Met van die gaten hier. En dan nog deze bikini van Shein. Met allemaal leuke kleurtjes. Ook weer gewoon een triangle topje. En een. Oh. En een broekje. Dus die ga ik ook nog hier erbij doen. En dan heb ik natuurlijk nog ondergoed. Ik heb hier wat BH's. Ik heb allemaal onderbroeken. Maar die ga ik hiervoor in dit vak doen. Dat lijkt me wel handig. En dit is dan eigenlijk de koffer voor Italië. Dan neem ik naar Italië ook nog deze handbagagetas mee. Want je mag bij KLM mag je en een trolley en een tas. Dus ik neem deze strandtas mee. Want hier past echt super veel in. Daar gaan mijn camera in, mijn laptop, opladers en dat soort dingen. Want dat moet je altijd kunnen laten zien. Dingen met accu en zo. Moet je altijd bij de douane moet je dat in zo'n aparte bak leggen. Dus ik heb geen zin om dat helemaal in mijn koffer te halen. Dus dat doe ik dan gewoon hierin. Verder heb ik voor Italië eigenlijk alles wel. Zoals ik zei, heeft mijn vader al best veel voor me meegenomen. Zoals schoenen, sportkleding, toilettas, steltang, föhn, bikinis, dat soort dingen. Ook al wat dikkere dingen, dus dikkere blouses en zo heeft hij ook al meegenomen. Dus misschien dat je nu denkt, dit is toch echt veel te weinig voor 8 dagen. Er ligt echt al heel veel bij mijn vader. Dus dat komt helemaal goed. En dan gaan we nu maar verder met de koffer voor Kroatië.
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb voor Kroatië nog niet alles. Want er ligt bijvoorbeeld ook nog een broek bij mijn vader. Er komt nog een jurkje binnen. En er zijn ook dingen die ik meeneem naar Italië, die ik ook mee wil nemen naar Kroatië. Zoals ondergoed, bepaalde blouses, die wil ik ook meenemen. Maar in Italië kan ik ook wassen in het huisje. Dus dat ga ik gewoon de laatste dag doen. En dat gooi ik dan over als ik naar Kroatië ga. Maar ik heb natuurlijk, ik kom op dinsdag terug van Italië. En donderdag ga ik naar Kroatië. Dus ik heb op zich nog wel een dag om thuis alles te wassen en te doen. Maar ja, het grootste gedeelte is wel andere soort kleding. Want dat ligt hier allemaal. En daarvoor ga ik deze grote koffer gebruiken. Dit is de grotere versie ervan. Dit is de 75 centimeter. En die van de Italië is 55 centimeter. Dus dit is echt een grote, ruim bagagekoffer. Dus deze gaan we nu inpakken. Oké, deze koffer is natuurlijk wat groter. Dus ik vind het wat lastiger om deze goed in beeld te brengen. Maar deze heeft ook weer gewoon dezelfde indeling als de kleine koffer. Hier een vak met een flap. En hier met van die elastieken. Ik heb hier mijn strandhanddoek. Deze van Biodelabel. Die ga ik hier onderop leggen. Dan heb ik hier een tasje met allemaal zonnebrandspulletjes. Ik zal het even laten zien. Allereerst deze olie van Biodelabel voor achteraf. Die vind ik echt heel erg lekker ruiken. Het is ook een soort aftersun. Dan heb ik deze twee van Australian Gold, de factor 30. En deze is zonder factor, dus daar moet je wel echt goed voor uitkijken. Maar Kroatië is dan al mijn tweede vakantie, dus ik denk dat ik dan wel een goed kleurtje heb om dit te kunnen gebruiken. Dan nog deze van Biodelabel, speciaal voor je gezicht, factor 30. En nog een factor 50 voor als er echt iemand heftig verbrand is of zo. Dus dat gaat allemaal hierin. Dan mijn foamborstel. Ik kan echt oprecht niet meer zonder deze foamborstel. Hij is van Babyliss. Echt mega fijn ding. Dus die moet ook echt mee. Anders kan ik echt niet mijn haar mooi krijgen. Maar in Italië heb ik trouwens een andere stijl tang en foamborstel aan mijn vader meegegeven. Voor als je denkt, hoe ga je daar je haar dan doen? En dan neem ik deze steltang mee van Chi. Trouwens, Dagmar en ik delen deze koffer voor Kroatië. Dus ik probeer mijn ding een beetje aan deze kant te houden. En we hebben ook allebei nog een handbagagekoffer. Dus ik denk dat we voornamelijk daar heel veel kleding in gaan doen. Maar mijn handbagagekoffer zit nu natuurlijk al vol met spullen van Italië. Dus als ik terugkom uit Italië, gooi ik dat leeg. En doe ik hier al mijn kleding in. Dit zullen voornamelijk echt de grote dingen zijn. Zoals schoenen, slippers, dit soort dingen. En ja. Dan heb ik voor Kroatië echt super veel bikinis en badpakken mee. En je zou echt denken van dit is toch echt veel te veel. Maar we lenen daar op vakantie ook best wel veel van elkaar. Dus ik dacht ik neem gewoon lekker extra mee. En daar heb ik deze zakken nog van Bio. Dus dat ga ik daarin doen. Dan kan ik dat mooi hier zo op elkaar stapelen. Ik zal ze eventjes allemaal laten zien. Allereerst deze van Biodelabel. Die chain blauw. En het broekje daarvan. Deze. Dan nog eentje van Biodelabel. Het zijn er best wel veel van Bio eigenlijk. En dat is dit bronzen broekje met dit topje. Dan deze van vorig jaar. Maar die verkopen ze nu ook nog steeds volgens mij. Dat is deze. En er zit ook weer een normaal broekje bij. Deze. Deze had ik ook toen mee naar Ibiza. Heb ik toen ook een foto mee geplaatst. Echt een heel erg leuk kleurtje. Dat is dit broekje. Met gewoon een triangeltopje. Dan heb ik ook nog een badpak sinds kort van Bio. Deze. En ik vond het kleurtje wel echt heel erg leuk. Heel mooi badpak. Dus die wil ik ook mee. Dan heb ik nog een paar bikinis van Naked. Van de Hannah Schoenberg collectie. Met een zwart broekje. En een zwart triangeltopje. Dan een donkerblauwe triangeltop met zo'n ring in het midden. En daar zit ook een broekje bij met van die ring aan de uiteinden. Dan deze hele leuke bloemetjes bikini. Ook van Naked. Met dit broekje. En dan nog deze bikini van Shein. Deze. Even kijken hoe die zit. Zo. Vind ik ook echt heel erg schattig. Ook weer met een triangeltopje. En dan nog een bikini van Shein. Deze. Echt een heel erg mooi kleurtje. Deze bikini zit ook echt heel erg mooi, vind ik. En daar zit dit broekje bij. En dan als laatste nog een badpak van mijn eigen collectie. Dus dit ga ik eventjes allemaal opvouwen en hierin doen. Dan kan ik dit mooi hierin neerleggen. Oké, dan. Ik denk dat ik deze helft dan gewoon voor de dag overlaat. En dan verder ga aan deze kant voor de helft. En
En daar komen allereerst deze slippers van Havaianas. En deze hakken wil ik ook echt heel erg graag mee. Die zijn van de Zara. Dan heb ik hier mijn make-up tas. En het kleine tasje wat net, dat rolstasje waar mijn dagelijks make-up in zat, zeg maar, moet hier dan nog bij. Maar dit zijn alle extra dingetjes die ik mee wil nemen naar het collectie. Ik zal wel eventjes laten zien. Allereerst mijn dagelijkse poeder van MAC. Deze highlighter van MAC, Soft & Gentle. En een blush. Dit is Warm Soul. Ook van MAC. Echt super mooi kleurtje. Dan, ik weet niet of ik het ga gebruiken, maar een foundation neem ik mee. Een highlighter stick. Dat vind ik altijd wel mooi in de zomer. Van NYX. Deze. Een Fix Plus. Dan heb ik hier wat kwasten en een beauty blender. Een lippotloodje. Deze ook van MAC. Dit is Dervish. Echt super mooi kleurtje vind ik dit. Lipbalsem en een lipolie. Dan deze soort van primerachtig iets van NYX. Vind ik ook echt heel erg fijn. Hun favoriete mascara gaat mee. Deze. Oogschaduwtje van MAC. Die vind ik wel mooi. Dit is de kleur Soba. Nou, dan heb ik nog wat speldjes om in mijn haar te doen voor als ik mijn make-up ga doen. Een pincet. Een klein puntenslijpertje. En ik denk dat ik deze twee geuren meeneem. Deze van Chloe en deze van Yves Saint Laurent. En dan heb ik nog een klein schaartje mee. En hier moet dus nog mijn dagcreme bij. Mijn peel, mijn bronzer, oogpotlood en mijn wenkbrauwspulletjes. Dus dat is die. Maar dit gaat niet mee naar Italië. Dus dit kan alvast in de koffer voor Kroatië. Hier zo. Dan wil ik denk ik ook deze laars mee. Van Isabel Moran zijn deze. Maar ja, ik twijfel een beetje. Maar ik vind ze wel echt heel erg gaaf. Ik denk dat ik ze gewoon lekker meeneem. Als het erin past. Het enige wat hier nu nog bij moet is een toilettas met shampoo, scheermesje, douchegel. Dat soort dingetjes. Maar dat hebben we allemaal nog niet gekocht. En dat gaan we ook samen delen. Dus dat komt allemaal later. Wel in principe wat ik allemaal mee wil nemen qua spullen. Misschien dat er nog een paar hakken bij komen. Sowieso komen Chloe slippers er nog bij. Maar die zitten natuurlijk in de koffer. Voor nu zit wel alles erin wat ik er eigenlijk in wil hebben. Dus nu ga ik aan jullie de kleding laten zien wat meegaat. En ik heb trouwens ook dit cameraatje gekocht. Een wegwerpcamera. Dat vind ik echt heel erg leuk. Die ga ik meenemen naar Italië en naar Kroatië denk ik. Ik kan er 27 foto's mee maken. Dus die gaat ook nog mee. Oké, zoals ik al zei gaan we dus de kleding in de handbagage doen. Maar mijn handbagagekoffer heb ik nu natuurlijk in gebruik voor Italië. Dus ik ga dit allemaal op stapjes neerleggen. Dat als ik terugkom van Italië dat ik mijn trolley kan legen. En dat ik de nieuwe kleding erin kan doen. Maar ik ga het wel eventjes allemaal aan jullie laten zien wat ik allemaal mee ga nemen qua kleding. Zoals ik ook al zei aan het begin komen er dus nog wat dingetjes binnen. Er ligt nog wat bij mijn vader. En ik moet echt nog meer kleding erin doen. Want dat is echt nog niet genoeg. Maar dan hebben jullie een beetje een idee van wat ik allemaal mee ga nemen. Even kijken. Ik heb allereerst 4 blouses voor op het strand. Dat is echt heel erg veel, maar ik kon echt niet kiezen. Allereerst deze van Naked van de Claire Rose collectie. Deze beige met blauwe strepen. Vind ik wel heel erg leuk. Dus die gaat mee. Dan deze van de Zara. Ik was dus echt oprecht alweer vergeten dat ik deze had. Ik heb een laadje in mijn kamer waar ik allemaal dingen in gooi als ik bijvoorbeeld nieuw heb. En toen ging ik gisteren het laadje openmaken om spullen eruit te halen voor vakantie. En toen zag ik dit opeens liggen. En toen dacht ik, oh ja, ik heb deze blouse ook nog. Dus dat is deze. Het is een gele lange blouse. Ja, een beetje geel is die. Hij heeft verder geen kraagje of zo. Dat vind ik ook wel leuk. Want bijna alle blouses heb ik kraagjes. Maar deze heeft dat niet. Dus dat is die blouse. Dan nog de meest basic blouse ooit. Die heeft ook echt heel de wereld heeft deze blouse. Maar dat is deze van de Zara. Van vorig jaar. Die vind ik gewoon echt heel erg chill. Dus die gaat lekker mee. Beige kleurtje. En dan deze blauw gestreepte blouse van Ralph Lauren. Ook weer gekregen van Rose Vintage Finds. Dus dat is deze toch? Dat is toch deze? Ja. Dat is deze. Dus die gaat mee. Dat zijn allemaal een beetje dingetjes voor het strand. Dan heb ik nog een jurkje wat leuk is voor op het strand. Maar wat op zich ook 's avonds kan. Dat is deze van de Hannah Schoeneberg collectie. In het groen is een knit jurkje, dus die gaat mee. En dan nog voor op het strand heb ik deze. Ook van de Hannah Schoeneberg collectie. Heel erg leuk. Die heb ik dus in het wit. En die witte gaat mee naar Italië. Maar die heeft mijn vader dus al bij zich in de auto. Maar deze gaat mee. Dan voor te vliegen of gewoon voor naar het strand. Chill. Ik weet niet echt wat ik hiermee moet, maar ik wil deze wel mee. Is dit badstoffen shortje. Dat is gewoon chill voor slapen. Of als je eventjes 's ochtends broodjes gaat halen ergens of zo. Dus die. Dan heb ik pas 1 spijkershortje. Dus er moeten echt wel meer broekjes bij. Maar dat is deze van Naked. Die Levi's gaat sowieso mee. Die jullie net in de koffer konden zien. Maar eigenlijk ook nog een wit kort spijkerbroekje erbij.
Maar in ieder geval deze dus. Dan heb ik een paar topjes wat echt overal op kan. Die van de Zara zijn dat. Heb ik een witte, een zwarte, de gele gaat mee en de paarse gaat mee. Dan heb ik nog dit topje, ook van de Zara. Met van die bandjes zo, die vind ik echt heel erg leuk. Gewoon lekker voor overdag, dat kan je overal overheen aantrekken eigenlijk. Dan heb ik een heel erg leuk setje van Most Wanted. Dit had ik bij Lynn gezien. En die vond ik echt heel erg leuk, dus ik dacht, die wil ik ook voor vakantie. Dat is deze zwarte crop top. Echt heel erg mooi. En daar hoort dan een rokje bij. Dat is deze. Dit lijkt me wel heel erg leuk voor de avond. En dan met de Isabel Marant laarzen eronder. Dus die gaat mee. Dat is dan een avondoutfitje, zeg maar. Die vind ik wel leuk voor de avond. Dan heb ik dit jurkje van de Zara. Die vind ik ook echt heel erg leuk. De groene kleur is echt geweldig. Ik ben echt verliefd hierop. Deze ook voor de avond heb ik die meegenomen. Dan komt er echt nog een super leuk jurkje binnen van Opoly. Ik zal even zo'n plaatje in beeld zetten. Die heb ik gisteren besteld. En ik heb expres voorzending gedaan, zodat er extra snel is. Dan kan het mee op vakantie. Die is echt heel erg leuk. Even kijken. Dan heb ik dit bandeau topje van Naked, van de Hannah Schoenberg collectie. En ik heb bij mijn vader dus echt een super mooie zwarte pantalon liggen thuis. Dus die ga ik eventjes ophalen. En dan lijkt me dit wel heel erg leuk op die pantalon. En dan die rode hakken eronder. En ik heb ook een rode tas. Moet ik trouwens ook nog inpakken. Die gaat ook mee. Het lijkt me echt, ik zie het helemaal voor met leuke oorbellen in 's avonds voor als je uit eten gaat. Dat is die. Dan heb ik nog dit jurkje van de Zara. Ik weet niet of deze te warm gaat zijn, maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Het aan de zijkant hier heeft hij van die cut-outs. Zie je dus een stukje buik. Die vind ik echt heel erg leuk. Dus hier heb ik hem mee voor de avond. Dan heb ik nog een setje van Hannah Schoenberg. Dat is datzelfde soort topje als net, maar dan in het wit. En dan de bijbehorende rok erbij. Van dat zwarte topje heb ik ook de rok. Maar ik dacht, ja, daar heb ik twee setjes die een beetje op elkaar lijken. Dus vandaar dat ik die ga combineren met een pantalon. Dan heb ik hier ook nog echt een heel erg leuk setje. Als allereerst dit topje. Ik moet hem echt even strijken eigenlijk voordat ik hem in de koffer doe. Het is een heel mooi soort satijnachtig topje van de Zara. Echt van 2 jaar geleden. Met deze broek erbij. Want het is dus, dit topje is dus een beetje gebroken wit. En de kleurtjes in deze broek zijn ook gebroken wit. Het leek me echt heel erg leuk met een mooi paar witte hakken eronder of zo. Deze komt ook van de Zara, ook van 3 jaar geleden of zo. Het is een mooie wijde broek. Dus dat leek me wel een leuke outfit voor de avond. Dan heb ik deze broek. Die liet ik net ook in het wit zien die ik meeneem naar Italië. Maar ik heb hem dus ook in het zwart. En deze is gewoon heel erg chill om overdag op het strand over je bikini heen aan te trekken. Maar kan je op zich ook wel 's avonds dragen. En dan als laatste setje, maar ik twijfel een beetje over deze of ik deze meeneem. Maar dat is in ieder geval deze broek. Van Stradivarius. En daar hoort dus dit topje bij. Ik vind het topje wel echt heel erg mooi ook. Die moet je dan zo kruisen. Ik heb een foto op mijn Instagram staan waar ik hem draag. Als je dat wil zien, kan je die eventjes bekijken. Maar ik twijfel een beetje of ik deze mee ga nemen. Maar zoals je kan zien is het sowieso nog niet genoeg qua outfitjes. We gaan 8 dagen. En in Italië is het toch wel meer. Ik ben daar met familie. Dus dan 's avonds trek je gewoon even een simpel broekje aan. Topje en klaar. Maar als je met die meiden bent is het gewoon leuk om helemaal klaar te maken. Helemaal te flieken. Dus daarvoor wil ik eigenlijk nog wel eventjes wat meer meenemen. Dus dat is eigenlijk een beetje dat. Nu ga ik nog eventjes mijn tassen pakken en laten zien die ik meeneem. Naar Kroatië neem ik denk ik deze twee mee. Mijn Jacques Mus wit vind ik wel heel erg leuk. Dat past eigenlijk overal wel bij. En deze van Magé, die vind ik dus echt heel erg leuk. En zijn dezelfde kleur rood als de hakken. Dus dat kan je dan ook weer heel erg leuk combineren met outfitjes of zo. Dus die neem ik sowieso mee. En ik twijfel nog een beetje om nog een tasje mee te nemen. Misschien die Nuno, die blauwe. Of misschien mijn Yves Saint Laurent, maar die kan ik dan ook als handbagage gewoon meenemen. Maar dat moet ik nog eventjes kijken. Dus ja, dit was eigenlijk alles wel, denk ik, wat ik meeneem. Voor Italië is dit sowieso alles wat ik meeneem. Daar komt eigenlijk niet echt meer iets bij. Voor Kroatië komen er nog wel wat dingetjes bij. Maar ik zou gewoon zeggen, hou mijn weekvlogs daarvoor in de gaten. Om te weten wat er is bijgekomen. Hou mijn vakantievlogs in de gaten. Om te zien wat ik aantrek, hoe het staat en zo. Ik heb echt super veel zin in de vakantievlogs. Ik denk dat ik van Italië 2 vlogs ga maken. Misschien 3 als ik echt heel veel film. Maar ik denk 2. En van Kroatië wil ik er eigenlijk sowieso 3 maken. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Dus daar ga ik heel erg mijn best voor doen. Ja, en dit was eigenlijk alweer de inpakvideo. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Wat ik allemaal meeneem en hoe ik mijn nieuwe koffers inpak. Ik ben echt super blij met de koffers. Ik wil Bagage Online nogmaals heel erg bedanken. Vergeet ook zeker niet mijn kortingscode te gebruiken.
Ik zal de linkjes van de koffers wel eventjes in de beschrijving zetten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En laat zeker weten in de reacties wat jullie graag in de vakantievlogs willen zien. Ik heb er in ieder geval echt super veel zin in. En wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram trouwens. Want daar komen allemaal leuke vakantiefoto's voorbij. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!